Ondertussen mogen jullie je Bijbel openen op Matteüs hoofdstuk 6. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. En nog eventjes verder. God omgeeft je steeds, hij is erbij in je beproevingen en zorgen. Nu daar wil ik deze morgen over spreken met jullie. We leven in een tijd waar veel mensen gebukt gaan onder hun zorgen. En als je zult met mij eens zijn, de wereld is eigenlijk heel klein geworden. Je kijkt naar je televisie en je ziet alles gebeuren over het rond der aarde. Je gaat op internet en je hoort en je ziet al het nieuws. Er zijn heel veel media mogelijkheden waardoor allerlei zaken op ons afkomen, door zaken op mensen afkomen en waardoor dat ze daar naar kijken van horen en zich zorgen gaan maken over al deze dingen die op hen afkomen. En de laatste tijd hebben we allemaal in Europa, in onze westerse wereld, wel ons part gehad. De economische crisis, de financiële crisis, de crisis werkloosheid enzovoort, de financiële problemen. Veel zaken waar mensen zich uiteindelijk ook zorgen gaan over maken, waar gaat het naartoe met deze wereld. Maar mensen hebben natuurlijk ook hun persoonlijke zorgen, persoonlijke problemen. En die wegen soms nog veel zwaarder door dan die wereldproblemen in hun leven. Zorgen die zorgt ervoor dat mensen niet meer altijd rationeel kunnen gaan denken. En je ziet dan dat ze de hekste en de domste en de dwaaste dingen ook gaan doen. En ik hoef je geen voorbeelden te geven, maar als je kijkt naar tv, dan zie je hoe mensen handelen in deze wereld en hoe ze dingen doen die niet normaal zijn. Dan hoor je van moorden en van zelfmoorden en dan hoor je van allerlei nare dingen die op ons afkomen. Mensen zijn soms, in België zeggen de kluts kwijt. Weten niet meer goed van wat hout pijlen maken. En zolang dat de mens eigenlijk al bestaat, is de mens geconfronteerd geweest met zorgen. En ik denk dat jullie dat ook wel kennen, zorgen. Nu, de Bijbel geeft ons daar ook wel het een en het ander over te zeggen. En zeker in het bijzonder de Heer Jezus Christus zelf. En als je met mij meegaat naar Matteüs 6, vanaf vers 19 ga ik lezen tot vers 34. Verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamel schatten voor u in de hemel waar geen mot of rust ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf? En niemand kan twee heren dienen, want al hij zal de ene haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En dan zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet en schuren. En uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven. Wie toch van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal gij u niet veel meer kleden, klein geloof. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Jezus die zegt hier dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen zorgen. En dat we de zorgen die we kunnen hebben voor morgen en verder, dat we er niet moeten gaan bijnemen. Dat is natuurlijk veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat zult u met mij eens zijn. Het is ook een feit dat doordat wij ons zorgen maken, dat wij ook niks van onze problemen zullen oplossen door ons zorgen te maken. Integendeel, ons denken kan vertroebeld worden door de zorgen die op ons afkomen. Zodanig dat wij de dingen niet meer kunnen gaan zien in het juiste perspectief. En met voor gevolg dat onze getormenteerde gevoelens, de periodes waar dan we doorgaan met troubles, met moeilijkheden, met zorgen, dat wij daardoor
geen beslissingen niet meer kunnen nemen die goed overwogen zijn en die echt doordacht zijn. Vandaar dat die stomme dingen ook gebeuren, dat soms mensen doen die domme dingen, dwaze dingen, die mensen soms doen vanuit het getormenteerd zijn van hun zorgen. We moeten ons natuurlijk ook als gelovigen ons geen illusies maken. Wij zullen ook als gelovigen steeds ons blijven zorgen maken. En ook na deze prediking zullen uw zorgen niet plots allemaal verdwenen zijn. U zult zich nog blijven zorgen maken. Maar de vraag is natuurlijk van, hoe gaan we om met onze zorgen? Ieder mens die geeft zijn eigen zorgen. Veel mensen die het minder goed hebben dan dat wij het hier hebben in onze westerse wereld, die maken zich vooral zorgen om de basisbehoeften die ze hebben. Wat is de basisbehoefte? Een dak boven uw hoofd en voedsel en kleding. Dat zijn basisbehoeften. En ook ten tijde van Jezus maakten mensen zich daar zorgen over. In onze westerse wereld maken we ons eigenlijk meestal geen zorgen meer over ons eten en ons drinken. We gaan naar de winkel en de staat er en we nemen wat we willen hebben. Voedsel is voor ons altijd ruim voldoende, drinken eveneens. En onze zorgen zijn dan niet in eerste instantie van of we wel zullen eten of drinken, maar eerder van wat zullen we eten en wat zullen we drinken. En daardoor duid ik ook aan dat onze zorgen dikwijls niet echte zorgen zijn. Maar het zijn toch wel dingen die ons soms toch zorgen baren en die ons ook hoofdpijn kunnen bezorgen. Vele mensen maken zich druk over allerlei zaken. Ook over hun uiterlijk, hoe ze eruit zien, over hun figuur, over hun kleding. Vele mensen vinden dat ze misschien te zwaar zijn. Anderen vinden dat ze veel te mager zijn. Sommigen vinden dat ze te lang zijn en sommigen vinden dat ze te klein zijn. Sommigen vinden dat ze er niet goed uitzien. En sommigen hebben problemen met het kleur van hun haar. En sommigen hebben problemen met het feit dat ze denken, 's morgens als ze opstaan en ze moeten naar de samenkomst gaan. En ik heb niks gepast om aan te trekken. Het zijn ook zorgen. Er zijn nog duizenden andere zaken waar mensen zich ook zorgen over maken. En zo maken we ons bewust, maar ook onbewust, zorgen over allerlei dingen die niet echt van belang zijn. We maken ons natuurlijk ook zorgen over belangrijke zaken. We maken ons zorgen van, hoe zit het met ons werk? Hebben we een werk nog behouden? We maken ons misschien zorgen over onze gezondheid, over onze kinderen, over onze relaties. Dan zou je kunnen zeggen, ja, het is terecht dat we daar bezorgd over kunnen zijn. Maar het Bijbelgedeelte dat we zo net hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 6, die wijst ons als christen naar het feit hoe wij met onze kleine en met onze grote zorgen om moeten gaan. En de Heer Jezus die zegt in vers 25, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding. Jezus die sprak hier op dat moment over de reële zorgen die mensen van zijn tijd hadden. De primaire levensbehoeften. En hij zegt tegen hen, maakt u daar geen zorgen over. Ik denk dat het waarschijnlijk voor veel mensen een beetje vreemd zal geklonken gehad hebben. Maakt u daar geen zorgen over. Maakt u geen zorgen over het feit over hoe u zult leven, over uw voedsel. Maar maak je zorgen, zegt hij, over het leven zelf. Hoe je in het leven staat, wie je bent in het leven, wat belangrijk is voor u. En wat hij daarmee bedoelt, komt verder in die tekst die we gelezen gehad hebben, wordt dat duidelijk. Het leven is belangrijker dan onze levensbehoeften. En dat zijn van die dingen die we moeten eventjes laten zakken tot in ons hart. Het leven is belangrijker dan onze levensbehoeften. En Jezus riep natuurlijk met zijn uitspraak vragen op bij zijn toehoorders. Maar hij deed dat om hen en ook ons dieper te laten nadenken over deze dingen. Hij wil ons geloof opbouwen met hetgeen dat hij zegt. Opdat wij zouden echt leren vertrouwen op de Heer Jezus in alles van ons leven. En hij gaat verder in zijn betoging gaat een vergelijking maken. En hij zegt, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze maaien niet en ze verzamelen niet in de schuur. En toch voedt onze hemelse Vader ze. En dan voegt hij eraan toe, gaat u ze niet ver te boven. De vogels die krijgen hun eten en hun drinken van onze hemelse Vader. Ze moeten daar niet voor werken, ze moeten daar niks voor doen. Ze moeten het niet verzamelen zoals wij mensen ons er allemaal druk zouden over maken. En het hoeft ook niet voor die vogels, want Heer Jezus zegt van, God zorgt voor hen. En dan is de vraag, waarom zouden wij ons dan zorgen maken, aangezien wij voor God veel belangrijker zijn dan die vogels
En wij kunnen rekenen op zijn zorg voor ons. Dat is toch de belofte vanuit zijn woord. Dat is toch wat de Heer Jezus ook tegen ons zegt. En natuurlijk moeten wij als gelovigen die bij de pakken blijven zitten. Jezus die ontslaat ons natuurlijk niet van onze verantwoordelijkheden om in ons eigen onderhoud te voorzien. Maar al die overbodige zorgen die ons toch niet vooruit helpen, die worden hier aan de kaak gesteld door de Heer Jezus. En hij zegt, waarom zorgen maken als die zorgen u toch niet vooruit helpen? En hij geeft dan een ander voorbeeld, de Heer Jezus, in vers 27. En dan zegt hij, wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Jezus wil ons hier opnieuw heel duidelijk maken dat overbodige bezorgdheid in het geheel niets zal helpen in ons leven. Als je vindt dat je te klein bent, dan kun je daar enorm misschien druk over maken, maar je zult met mij eens zijn, je wordt er niet groter door. En je kan je zorgen maken over het feit dat je misschien te lang bent, of dik of dun, maar die zorgen maken, die veranderen niets in je leven. Jezus wil ons laten zien dat wij als gelovigen afhankelijk kunnen, mogen en misschien wel moeten zijn van God, van de Schepper. Want Gij heeft ons gemaakt zoals we zijn. We hebben natuurlijk onze eigen verantwoordelijkheden. We moeten natuurlijk ons best doen. Maar we mogen op Hem in eerste instantie vertrouwen. God heeft ons, ieder van ons, ieder van jullie, geschapen naar zijn beeld en gelijks. En dat zou reden genoeg moeten zijn om onszelf te aanvaarden en met onszelf ook tevreden te zijn. En de belangrijkste persoon in ons leven, en ik geloof wel dat dat voor ieder van jullie zo is, de Heer Jezus, die vindt dat u er goed uitziet. Die vindt dat u goed bent zoals u bent. Dus maak u daar geen zorgen verder over. Vers 28 en 29 gaat de Heer Jezus verder. En dan heeft hij het over kleding. En dan zegt hij, wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet en ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelf Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. En deze keer verwijst de Heer Jezus naar de prachtige lelies die in het veld kunnen staan. En die net als de vogels, die hoeven er niet voor te werken, die hoeven er niks voor te doen. Het gebeurt allemaal vanzelf. Ze moeten zichzelf niet onderhouden. De Heer Jezus laat die prachtige lelies uit de grond komen. Het is vastbesloten in zijn schepping. Het gaat vanzelf. Maar dan volgt er een wending in het spreken van de Heer Jezus Christus. En dan zegt hij, en ik zeg u, nadat hij die voorbeelden gegeven heeft, en ik zeg u, Jezus zegt hier niet dat wij belangrijker zijn dan die lelies, wat op zichzelf misschien wel waar is, natuurlijk waar is, maar dat de lelies mooier zijn dan Salomo in al zijn luister. En u kent Salomo wel, als de zoon van David, een prachtige, machtige koning. Ik denk op dat moment dat hij wel de prachtigste kleren zal gedragen hebben die werden gemaakt op dat moment op aarde. En zullen prachtig geweest zijn, waarschijnlijk met edelstenen en diamanten, nou wat weet ik veel allemaal, maar prachtige kleding. En Jezus die zegt hier, maar die lelie die niks moet doen, die is mooier dan Salomo al zijn luister. Met andere woorden, Jezus zegt hier dat God beter voor ons kan zorgen dan dat wij dat zelf doen. Tenminste, als wij als gelovigen hem ook toelaten om dat te doen in ons leven. En in vers 30 gaat hij alles nog eens gaan beklemtonen. En hij zegt, als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven wordt geworpen, zo bekleed, zal gij u niet veel meer bekleden, klein gelovigen. Als God al zoveel schoonheid en pracht in zijn schepping heeft gelegd, in de natuur, in de vogels, in het gras, in de lelies, zal hij dan niet meer, nog meer voor ons zorgen dat hij voor de natuur doet? Wij die zijn kinderen zijn, wij die zijn geliefde kinderen zijn, wij die zijn oogappel, wij die zijn liefde mogen ervaren. Want gij houdt van ieder van ons. Hoe u zich misschien op dat moment ook voelt, hij houdt intens van u. En de dingen die God doet in ons leven, die zijn altijd goed. God heeft geen verkeerde bedoelingen. Wat hij wil doen, doet hij goed. En we hebben daar niet altijd een goed zicht op. Soms loopt het in ons leven een bepaald pad die heel moeilijk te gaan is. En dan zeggen we soms, Heer, waar ben je dan? De Heer is aan het werk. Hij is aan het werk in het leven. Soms moeten we hier en daar een beetje bijgeschaafd. Moeten we door die moeilijke periode. Maar de Heer is er, heeft de beste bedoelingen met ons voor. En dan zegt de Jezus zegt, dat hij veel meer, dat het God veel meer zorg voor ons wil hebben dan dat wij ons zorg maken over onze kleding. Kijk naar het gras die hij bekleedt. God wil veel meer
voor jullie zorgen dat dat ik daar gedaan. Dus wat God doet voor ons is altijd beter dan wat wij zelf zouden kunnen doen of zelf zouden kunnen bereiken. Ik geloof dat wij onszelf veel te kort doen wanneer wij de zorgen die op ons afkomen, de problemen die we ervaren, wanneer wij ze niet gaan delen met God, doen wij onszelf te kort. Wij moeten de dingen die waar we ons in zorgen maken, moeten we delen met God. En ik denk dat we als gelovigen dat heel dikwijls niet doen en misschien wel vergeten. Maar we moeten ze delen met God om uiteindelijk zijn oplossingen te kunnen ontvangen. Want zijn oplossingen zijn altijd de beste. Als je kijkt tot nu toe in dat stukje wat de Heer Jezus hier zegt, dan krijgen we hier eigenlijk een antwoord van Hem wat we moeten doen met onze zorgen, opdat wij ons veel minder zorgen zouden maken. Want ik geloof dat ieder van ons wel zich minder zorgen wil maken in zijn leven. We worden soms overrompeld door onze zorgen. En dan is het besluit van de Heer Jezus, vertrouw meer op uw hemelse Vader. Hij zal voor u zorgen. Dat is toch wat hier staat. Hij zal voor u zorgen. Want dat valt ons heel dikwijls. Het valt soms mij moeilijk. Dus ik veronderstel ook jullie. En dan zie je dat de Heer Jezus Christus het volgende doet. Hij gaat ons zorgen maken, gaat hij vervangen door vertrouwen stellen op God. In plaats van daarmee bezig te zijn, laat ons bezig zijn met de Heere God te vertrouwen, al deze dingen. Als er zorgen opduiken in uw leven, dan is wat u eerst en vooral moet gaan doen, dat is dat u zorgen bij de Heere God brengen. Met hem daar gaan over praten. En dat kan op elk moment van de dag, elke plaats waar je ook bevindt. Als zorgen overvallen, ga ermee naar de Heere God en praat met hem. En dan ga je zien dat er veel van uw zorgen die er eigenlijk niet echt toe doen, dat die gaan verdwijnen uit uw hoofd. Zorgen nestelen zich in en die gaan ook verdwijnen. Of ga je zien dat bepaalde zorgen, dat die gaan verschrompelen. Eerst zag je die zo groot en na je contact met de Heere God, als je het hem voorgelegd hebt, als je de rust ontvangen hebt, dan verschrompelen die tot heel wat minder. De nabijheid van God, zou je kunnen zeggen, werkt als een uitstekende filter. Je zoekt de Heere God op, je giet je zorgen uit, hetgeen dat door de filter komt, dat blijft nog over. En heel wat blijft op die filter liggen. Komen er niet meer door. God u daar op een of andere manier rust in geeft. Zorgen zijn niet verdwenen, problemen zijn misschien niet verdwenen, maar die druk van die zorgen is verminderd of verdwenen. De belangrijkste zorgen uiteindelijk, wanneer we het aan de Heer voorleggen, die zullen nog wel overblijven. Maar hierin zal de Heere God ons ook helpen, want we hebben ze hem ook voorgelegd. En Gods woord zegt heel duidelijk dat gij voor ons zal zorgen. Hij kan beter, onze Vader, onze hemelse Vader, kan beter voor onze zorgen zorgen dan wij dat zelf kunnen doen. Dikwijls doen we het omgekeerd. Zijn we gericht en gefocust op onze zorgen. U kent waarschijnlijk allemaal heel wel ook Matteüs 11, waar de Heer Jezus spreekt over, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar eigenlijk ook hier vinden we die woorden in, die eigenlijk verwijzen ook naar geen zorgen. Als je vermoeid en belast bent, dan maakt je zorgen. Maar de Heer Jezus zegt, kom tot mij. Met andere woorden, geef ze mij af. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Zijn juk is zacht. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wij maar sjouwen met die zware last, om ze soms zelf te proberen te dragen. En we vergeten het, dat we het gewoon aan de Heer Jezus mogen geven. De Heer Jezus zegt, geef het aan mij. Ik kan dat zware juk vervangen door iets licht en door iets zacht, iets wat je zelf kunt gemakkelijk dragen. Ik denk dat iets dat we allemaal nodig hebben in ons leven. Rust voor onze ziel. Onze ziel is soms zo ongezongen en stil, mijn ziel wees stil. We hebben zo behoefte en rust in onze ziel. Maar als we dat net gelezen gehad hebben, dan voegt de Heer Jezus daar nog een woordje toe. Kleingelovigen. Als we dat lezen, dan voelen we ons aangesproken. Het lijkt precies of dat het een soort verwijt is. Ken je dat woord verwijt? Oké, goed. Komt zoals een verwijt. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is van de Heer Jezus om een verwijt te geven. Maar hij wil ermee aangeven, naar mijn mening, dat het voor ons moeite kost om dit allemaal in de praktijk te brengen. Dat is toch mijn ervaring dat het moeite kost. We geloven wel wat de Heer Jezus zegt hier in Matteüs 6. We lezen het. We geloven dat. Maakt u geen zorgen voor de dag van morgen. Enzovoort. En we geloven dat. Halleluja. Prijs de Heer. En we gaan verder met onze pak zorgen. We geloven dat. Maar in de praktijk brengen is soms moeilijker. Maar ik geloof dat naarmate onze relatie met de Heere God groeit, naarmate we hem meer en meer gaan opzoeken, naarmate we meer en meer hem durven te vertrouwen,
en hem nog meer gaan vertrouwen in alles in ons leven, dat we gaan zien dat onze zorg ook vermindert. Ze zullen niet weg zijn, problemen zullen niet, maar de drukte die we daarover maken, die gaat verminderen. We gaan ook gaan leren om datgene wat wij lezen, om te zetten in effectieve daden. En dat is namelijk onze zorgen onder controle brengen van onze hemelse Vader. Niet zelf proberen alles in controle te hebben, maar zeggen, Heer, hier zijn, kan beginnen weg. Los niet voor mij. Brengen ze onder controle van de Heere God. En dan zegt de Heer Jezus, wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Jezus die komt hier tot een conclusie, en dat is dat we ons niet moeten bezorgd maken over onze gewone dagelijkse dingen, eten, drinken en kleding en al die andere zaken waar we ons toch wel soms zorgen maken. En hij nodigt ons eigenlijk uit om dat ook daadwerkelijk ook te gaan doen. En hij zegt van, wees daarom niet bezorgd. Wees daarom niet bezorgd. Wanneer komt bezorgdheid bij u op? Als we uitsluitend op onszelf gericht zijn, in plaats van op onze liefdevolle, almachtige Vader, dan kan die bezorgdheid in ons hart woekeren. En dan zijn we misschien bezig op dat moment eerder vertrouwen te stellen in onszelf. Misschien vertrouwen stellen voor onze problemen op andere mensen. Misschien gaan vertrouwen stellen op ons geld of andere wereldlijke dingen. En wat weet ik veel. En heel dikwijls zullen we dan gaan zien dat we wanneer we in die malle molen gefixeerd zijn, in plaats van op de Heere God, maar op ons probleem en op onszelf, dat er nog een hele pak angst ook nog in ons hart binnensluipt, omdat we ons zorgen maken en dat die angst begint dan ons ook uiteindelijk te overrompelen. Wanneer we alleen maar gefixeerd zijn op ons eigen en op onze zorgen, dan stellen we geen vertrouwen in onze hemelse Vader. De Heer Jezus zegt, stel toch trouwen, Heere God, want Gij zal voor u zijn. En dan zijn we eigenlijk bezig om te doen alsof Hij er niet is. En dan is de neiging er al heel snel tot ongeloof, zelfbeschikking, vanuit onze oude natuur, voor we God gaan. We hebben onze focus niet goed meer gericht. Het is daarom belangrijk dat wij elke zorgelijke gedachte, je moet ze maar eventjes tellen, moet eigenlijk je zegening doen, maar moet eventjes je zorgen die je overdag hebt. Ga je zien dat er heel veel kan zijn. Ga dan elke zorgelijke gedachte ook in zijn handen gaan geven. Want er is geen betere plaats waar ze kunt brengen. Ik ga je zorgen maken en ze bij u houden. Maar ik moedig jullie aan, breng ze telkens bij uw hemelse Vader. De Heer Jezus zegt in de laatste vers dan deze gedachte. Gebukt gaan onder zorgen, gebukt gaan onder zorgen, hoort niet bij Christen. Je zegt, dat is iets voor heidenen. Zij die zonder God leven. Wij zijn Christen. Wij zijn gelovigen. Wij hebben een hemelse Vader die voor ons. En hij zegt, dat zij die de Heere God niet kennen, dat zij zich maar. Maar het hoort niet bij ons als Christen. Ik moet toegeven dat ik daar soms in faal. Ik hoop dat jullie er ook van tijd in faal. Dan voel ik me al een stukje beter. Oké, dank u wel. We zitten in de leerschool bij de Heere God. En soms merken we dat we verkeerd bezig zijn. Maar bij de Heere God is altijd omkeer mogelijk. Altijd vergeving mogelijk. Altijd kunnen we opnieuw bij hem geven. We hebben een God die onze zorgen kan dragen. Voor hem is dat niet moeilijk. En hij wil ze dragen ook. Maar hij wil wel dat je je zorgen bij hem brengt. Dat je aan hem geeft. En dan komt de Heer Jezus tot de kern van zijn betoog in dat stukje. En dan zegt hij, nadat hij het allemaal gezegd wat hij niet moet doen, waarvoor je geen zorgen moet maken. En waarom dat je geen zorgen moet maken, omdat de Heere God op u vertrouwt. En dan zegt hij van, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, doe je dat. Zijn vooral daarmee bezig. En dan zal al die andere dingen u erbij gegeven worden. Is dat niet geweldig? De focus gaan verleggen, betekent dat. Al de rest wordt opgelost. De juiste focus. Als wij ons inzetten in het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zegt de Heer Jezus, dan zal God voor u zorgen. Als u veel zorgen hebt, ga u nog wat meer inzetten voor Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is het medicijn, tenzij dat ik het verkeerd lees, maar zo staat er toch. En uiteindelijk is dat ook de sleutel, om dat kleingelovigen, om dat achter ons allemaal te kunnen laten. En de Heer Jezus vertelt hier hoe onze relatie, onze omgang met God werkt. En dat wordt hier wel heel duidelijk. Het is een goede deal met de Heere God. Als wij ons inzetten voor zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan zal hij ondertussen voor ons zorgen en onze zorgen voor hem nemen. Daaraan het werk mee. Ze oplossen, zodat wij er geen last meer van hebben.
Dus we moeten ons geen zorgen meer maken over ons voedsel, over kleding en over allerlei zaken die er eigenlijk allemaal niet doen. We moeten het aan hem overlaten. We moeten op hem gaan richten. We moeten zijn koninkrijk voorrang geven. Nu, wat is dat, zijn koninkrijk voorrang geven? Kan je heel wat over vertellen over het koninkrijk van? Maar eenvoudig gezegd komt het daarop neer dat wij moeten zien dat wij onze gebedstijd, ons praten met God, onze relatie, dat we die verzorgen. Dat is al heel belangrijk. We praten en we luisteren en we ontvangen, zodat we weten wat we ook moeten doen. En Bijbel lezen, ik ben gegarandeerd zeker dat in deze gemeente, dat jullie ingepeperd wordt dat je in het woord van God moet lezen. Hoe kan Gods geest aan het werk gaan met zijn woord, als je het woord nooit leest? En zo werkt gelezen het woord. De Heilige Geest die spreekt tot ons en zegt van, die spreekt met het woord tot ons en we worden bemoedigd. Voor mij was deze morgen ook een bemoediging. Zuster Esther het laatste lied projecteerde en we zongen en toen dat ze daar ook nog iets ging over gaan zeggen. Want dat was voor mij een bevestiging. Ik zoek altijd in de samenkomst een bevestiging van het woord en ik ontvang die altijd. Wat is God genadig? Soms heb ik de indruk, ik doe het hier wel zelf, die prediking, ik ben ermee. Maar God is bezig, Gods leiding is daar. Je moet op hem vertrouwen, moet contact hebben met hem. En dan laat God alle dingen medewerken, ons denk besturen. En we zijn er ons niet altijd van bewust. Hij doet het. En dat is zo wonderlijk. Relatie met God. We moeten ons bezighouden ook, zegt de Heer Jezus, met het bevorderen van het evangelie. Met de verkondiging, met de verbreiding van zijn woord. Dat is de grote opdracht. Dat is de taak die wij meegekregen gehad hebben. Houdt u daarmee bezig, zegt de Heer Jezus. De rest zal ik wel voor zorgen. Dat is een goede deal, hè? Ik vind het een heel goede deal. We moeten werken met onze geestelijke gaven die we allemaal ontvangen hebben. In het koninkrijk, in de gemeente, meewerken in de gemeente, meewerken, gemeenteopbouw. En hier gebeurt dat ook. Ik zie er al veel te doen. En bij ons in de gemeente ook zondag alles klaarmaken, daarna alles weer wegzetten en zo meer. Daar heb je veel handen voor nodig. Het is prachtig dat je dan ziet dat veel mensen meegaan. Dit zijn voordelen, alles moeten opstellen in plaats van alles klaar te staan. Heb je een gemeente die in actie moet treden, een gemeente die op tijd moet zijn. En als u misschien nog niet ergens meehelpt, dan bemoedig ik u daarmee. Doe dat vanaf. Want dan ben je goed bezig, dan ben je bezig met het bouwen aan zijn koning. Gods recht, gemeente op, zorgen voor elkaar. We zorgen voor elkaar, de ene dient de andere. Terwijl ik er zo wat aan het nadenken was en wat dingen aan het opzoeken was voor deze prediking, dan kwam ik op een uitspraak, ik weet niet of dat je die man kent, een George Muller. Blijkbaar een bekend evangelist, als dat knikt te kennen. Hij was directeur, heb ik ook gelezen, van een weeshuis. Meer dan 10.000 kinderen heeft hij daar geholpen. Hij leefde van 1805 tot 1898. Die zei het volgende op een bepaald moment, ik vind het zo prachtig. En hij zegt van, waar bezorgdheid begint, eindigt het geloof. Waar geloof begint, eindigt de zorg. Nog even. Waar bezorgdheid begint, eindigt het geloof. Ik voel me sterk aangesproken. Waar geloof begint, eindigt de zorg. Ik voel me aangesproken om nog meer met mijn zorgen aan te beginnen. Als we dus gefocust zijn op onze eigen zorgen, dan komen we niet meer aan de dingen van God toe. Navelstaar, zeggen we. Navelstaar. Hier ook. Je bent alleen maar gericht op jezelf, op je problemen en op je zorgen. En dan vergeet je bidden. Dan vergeet je het woord van God te lezen. Zorgen. Kop dus zeer, want geen zin voor te bidden, geen zin voor de Bijbel te lezen. Of naar de samenkomst gaan. Och, ik heb veel te veel problemen. Zo begint het allemaal. We verliezen juist de focus. Zorgen maken. Daarop gericht zijn. Slork enorm veel energie. Dat wat we vaak kan enorm veel van je energie vragen. Dus, de Heer Jezus, die draait het hier om. En zegt van, zoek eerst het koninkrijk van God. En dat is God ondertussen. Voor u gaan zorgen, al uw levensbehoeften, al de dingen waar je mee bezig bent, al de zaken die op je pad komen, ik zal ervoor zorgen. En ik denk dat dat een principe is van de Bijbel die niet alleen geldt in onze relatie tegenover God, maar het geldt ook in onze relatie tegenover elkaar. Want in een goede relatie moet in principe altijd de ander voorop staan. In een huwelijksrelatie moet de ander voorop staan. Mijn vrouw moet voorop staan. Haar problemen, haar zaken moeten belangrijker zijn dan de mijne. En zo is het ook datgene wat de Heer Jezus hier zegt. Zoek eerst het koning en zijn gerechtigheid. En dan pas uw zorg. Maar God zal wel voor die zorgen zorgen. Is dat niet geweldig? Ik vind dat geweldig. Dus Jezus zegt, hou je bezig met wat je vandaag te doen hebt op het land. Houdt u daarmee bezig? Maak u daar zorgen over, misschien van vandaag. Jullie hebben vandaag ook allerlei zaken te doen. De eerste zaak was al klaarmaken en naar hier komen. Met de samenkomst, om hier te zijn. En dat is geweldig dat jullie hier zijn, hè? En dat is de dingen waar je mee bezig bent vandaag. En waar we mee bezig zijn vandaag, dat moeten we zo goed mogelijk doen.
Maar de zaken voor morgen, voor overmorgen, voor volgende week, voor volgend jaar, dan zegt de Heer Jezus, doe de dingen vandaag goed. Doe je best voor de dingen van vandaag. Met de rest, daar ben ik mee bezig. Nu, dat is nogal geruststellend. Geruststellend dat de Heer Jezus zegt van, uw Vader in de hemel, hij zal er wel allemaal voor gaan zorgen. En dan, onder onze zorgen, daar vallen dan ook alle zorgen. Die bepaalde zorgen, die bepaalde dingen, dan zegt van, ik pak die zelf aan en die geef ik aan God. Niet alle zorgen, ook de kleinste zorgen. Ook de zorgen waarmee je aan het worstelen bent en waarmee je misschien schaamt. Waarvoor je misschien schaamt. Ook dat zijn zorgen en die kun je ook aan God geven. Het zoeken van Gods koninkrijk is dus hier heel belangrijk. Dat is wat de Heer Jezus hier ons zegt. En het is iets waar we ons hele leven mee bezig zijn. Of waar we ons hele leven zouden moeten mee bezig zijn. Dat prioritair staat. Op die manier zal ook het koninkrijk van God groeien. Zal de gemeente groeien. Zullen we persoonlijke groei kennen. We moeten doortrokken zijn om in dienst te staan van de hemelse Vader. In zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid verkondigen. Elke dag ontvangen wij van God. En elke dag mogen we opnieuw, wanneer we wakker worden, een goed moment, eventjes onze dag overlopen. En zeggen, oei dit, oei dat. Vader, hier zijn de dingen. Geef ze aan u. Wilt ge mij dat? En dat we zien, ook al ervaren, hoe God op wonderlijke wijze, tijdens die dag, voor de dingen die je 's morgens aan hem hebt afgegeven, dat kan een heel kort moment zijn. Maar je hebt het wel gedaan. Hoe op dat moment ook u helpt, u leidt en de dingen ook voorziet. De Heer Jezus leert ons hier om te leven in afhankelijkheid van God, dag per dag. Niet direct naar me, niet direct over. Zijn er geen zaken die we ook overzien? Moeten we mee bezig zijn? Zegt u daar zorgen over. Heer God, Heer Jezus, neemt onze verantwoordelijkheid niet weg. We moeten blijven plannen. Ook in het. We moeten misschien gaan solliciteren. Willen we een job hebben als we geen job hebben? We moeten ons blijven inzetten voor allerlei zaken. We hebben onze verantwoordelijkheid. Die moeten we zo goed mogelijk doen. En daar zijn we vandaag, maar vandaag niet. En we mogen dat doen in volledige afhankelijkheid van God. Mogen onze dagelijkse zorgen in zijn hand leggen. Het is zo prachtig dat de Heer Jezus Christus de aarde is gekomen om ons zijn liefdevolle Vader te openbaren. Om ons zijn liefdevolle Vader te leren kennen. Een Vader die voor ons zorgt. En zijn Vader die ons nooit in de kou laat staan. Nooit. Hij zorgt voor u, al uw problemen. En soms kan je misschien een gevoel hebben van, dat is geweldig, er is geen oplossing. Het is zo immens. Ik weet niet hoe dat me oplossen. Er is geen oplossing. Kan, ik weet het. Maar één ding mag je doen. En dan zul je soms verbaasd zijn. Een creatieve God. Een God van liefde. God van wacht. Een God die zorgt.